Tot slot, er wordt veel gesproken over Dick Advocaat die graag wat wil doen voor ADO Den Haag. Lijkt mij logisch dat hij dan die 3 punten gewoon in die bus van ADO schuift. Dan doet hij nog eens wat. Ja, laat hij daar nou eens mee beginnen. Dan kunnen we elkaar morgen een hele dikke hand geven. Die geven we elkaar zo en zo. Dan neem ik ook nog een lekker bitterballetje van hem. En dan is dat de eerste stap die hij gaat maken. Nog contact met hem gehad? We hebben na de wedstrijd tegen Twente heeft hij me gefeliciteerd met de mooie overwinning. En ik heb hem na de wedstrijd tegen Zwolle. En daarna hebben we geen contact meer gehad. Dus. Kijk je ernaar uit? Nou, ik vind het altijd heel leuk om Dick te ontmoeten. Omdat ik bijzonder veel respect voor hem heb. Wat hij gepresteerd heeft, maar met name als mens. Als ik zie hoe hij ten opzichte van mij zich altijd beweegt en uitlaat. Dat is gewoon heel fijn en warm gevoel wat hij mij altijd geeft. Dus ik kijk altijd uit naar ontmoetingen met hem. Want die zijn altijd bijzonder hartelijk.